Dag iedereen. Elke psycholoog zal wijzen op het belang van mildheid en vergeving. Want wanneer we de fouten van anderen en van onszelf niet kunnen loslaten door vergeving, dan dragen we een zware last. En dan wordt het moeilijk leven. Gebeurtenissen uit het verleden werpen dan een donkere schaduw. Ze zuigen levenskracht en vreugde weg. Bitterheid maakt ons vleugellam en ziek. We dreigen opgesloten te worden in de rol van slachtoffer of van dader. Terwijl het beter is dat we gaandeweg die rol verlaten om terug gewoon mens te zijn. Een echte terugkeer naar hoe het vroeger was zit er wellicht niet in. Want vaak moet je verder leven met een groot verlies. En vergeving leidt niet noodzakelijk tot verzoening. Natuurlijk vragen misdaden om een correcte bestraffing. Want we willen dat recht geschiet. En wanneer die bestraffing gepaard gaat met schuldinzicht en een vraag om vergeving, dan is het gemakkelijker om die pijnlijke bladzijde om te slaan. Maar de vraag om vergeving klinkt pas overtuigend wanneer de dader werd geconfronteerd met de scherpe pijn van het slachtoffer. Pas dan komt ook voor hem de volle waarheid aan het licht. Het gewone sorry dat je zegt wanneer je per ongeluk iemand aanstoot, volstaat niet. Want dat woord dreigt wat er gebeurd is te minimaliseren en dat voelt dan aan als natrappen. In assisezaken voel je soms dat spanningsveld tussen de roep om wraak en de wens om vergeving. Journalisten vinden het steeds het vermelden waard wanneer de dader spijt betuigt of wanneer de familie van het slachtoffer vergeving schenkt. Dat wordt nooit beschouwd als een teken van zwakheid. Nee, het kan rekenen op bijval, hoewel niet altijd op de sociale media. Vergeving is een thema waar je goede boeken over vindt. En ook de dienst Slachtofferhulp en Justitie en veel psychologen doen mooie dingen om mensen te helpen in het proces van verwerking en herstel. Waarom dan deze video? Omdat je bij het zoeken naar de roots van het concept vergeving uitkomt bij het christendom. Want hoewel vergeving een universeel thema is, is het geen basisingrediënt van alle levensbeschouwingen. Maar het behoort wel tot het DNA van het christendom. Hoe komt dat? En wat kan de christelijke visie toevoegen aan de humanistische benadering? Jezus leert ons om te bidden: Onze Vader in de hemel, vergeef ons onze schulden. De christen moet dus het goede voorbeeld geven en vergeving vragen. Niet enkel aan de medemens, maar ook aan God. Want de relatie tot God moet hersteld worden, initieel en en cours de route wanneer we zijn leefregels schenden. Dat herstelproces is de essentie van de Bijbelse boodschap. En we komen dat overal tegen. Ook in het volgend lied dat het trauma beschrijft en ook het herstel. Ik bleef mijn schuld maar verzwijgen en was aan het eind van mijn krachten, omdat ik wenen moest, de hele dag. Toen heb ik mijn zonde bekend, niet langer mijn schuld toegedekt. Ik dacht, ik ga mezelf beschuldigen en mijn misstappen aan de Heer belijden. En zonder uitstel hebt u al mijn schulden en al mijn zonden vergeven. Het herstel van de relatie met God is het fundament. En het komt onze andere relaties ten goede. Dat we God vergeving vragen houdt ook verband met het feit dat Hij de primaire of de eerste wetgever is. We horen dat niet graag, want we accepteren niet dat anderen zeggen wat we wel of niet zouden moeten doen. Maar God geeft instructies voor alle domeinen van het leven. Denk maar aan de 10 geboden. Je moet vergeving ook vanuit een andere hoek benaderen, want God is liefde. Geen onpersoonlijke kracht die je niet kunt kwetsen, maar een persoonlijkheid met gevoelens, die aangesproken wil worden als vader. De band tussen God en mens wordt zo een familieband. En dat heeft zijn gevolgen, ook voor het thema vergeving. Want wanneer je je misdragen hebt tegenover een collega en je het goed wil maken,
dan zal je daar niet de grote baas bij betrekken, want die heeft daar geen zaken mee. Maar dat is anders met de familie van het slachtoffer, want ook zij hebben geleden onder de situatie. En dat geldt ook voor God, want hij is nauw betrokken bij elk mens. We moeten dus niet alleen het slachtoffer om vergeving vragen, maar ook God die met hem of haar medelijdt. Vergeving is dus geen louter horizontaal gebeuren. Nee, ook verticaal moet die donkere schaduw worden weggenomen. De relatie tussen de horizontale en de verticale lijn blijkt uit de woorden: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. En Jezus zegt niet enkel wat we zouden moeten doen, maar hij wil ons ook sterker maken en ons laten delen in zijn liefde, zodat we in staat zijn om vergeving te schenken, in situaties waarin dat menselijk gezien te moeilijk is. Ons rechtvaardigheidsgevoel vraagt om een correcte bestraffing van de dader. Zo dacht God daar ook over, maar hij kwam ons tegemoet door die straf op zich te nemen. De kruisdood opende de weg voor de vergeving 2.0 en die neemt niet enkel de donkere schaduw over het actuele leven weg, maar heeft ook een weerslag die veel verder reikt en van invloed is op onze relatie met God en onze eeuwige bestemming.